Vandaag wil ik het even gaan hebben over traangas. Terwijl ik deze video aan het shooten ben, ben ik een beetje grieperig. Nou, dat betekent eigenlijk dat mijn weerstand verminderd is geraakt. En dat komt omdat ik dus op een of andere manier wat kou heb gevakt, want het was afgelopen weekend vrij koud. Nou, wat kun je dan het beste doen? Nou, naast natuurlijk bepaalde medicatie kun je natuurlijk je immuunsysteem verschrikkelijk boosten, zoals ik dat noem. Nou, dat kun je het beste doen met traangas. Traangas is echt ongelooflijk goed voor je. Het is echt een geweldige bron van verschillende vitamines en mineralen. Ja, en dat wordt ook steeds populairder in Nederland, wat natuurlijk zeer positief is. Ik ben zelf achter traangas gekomen ongeveer 4 jaar geleden in Amerika. Ik was toen op bezoek voor een gezondheidsseminar en toen werd wheatgrass, zoals ze daar noemen, werd uitgelegd. Ik heb toen per direct een pot meegenomen. Ik moest eerlijk gezegd wel even wennen aan de smaak. Maar ja, nu dat ik me er meer in verdiep, merk ik gewoon hoe gezond het ook gewoon voor mij is en voor heel veel andere mensen. Nou, wat zijn nou de voordelen van traangas? Nou, wist je dat 1 dosis traangas, dus 1 traangas shot, per dag gelijk staat aan ongeveer 800 tot 900 gram fruit en groente? Dus dat betekent dat wanneer je dus een glas traangas gaat opdrinken, dat je per direct eigenlijk bijna al je aanbevolen hoeveelheid binnen hebt gekregen van je vitamines en mineralen. Nou, dat is natuurlijk enorm makkelijk en ook natuurlijk heel goed gezond voor je. Dus dat betekent wanneer je een keer een dag wat minder gezond eet, maar je neemt die dag toevallig wel traangas, en dan heb je toch de aanbevolen hoeveelheid binnen gekregen. Nou, traangas bevat vitamine A, B12, C, ijzer, kalium, calcium, magnesium, fosfor, natrium, vitamine K en E. Dus ontzettend veel belangrijke vitamines en ook een aantal mineralen. En dat is heel belangrijk voor je immuunsysteem. Vooral deze micronutriënten, zoals ze dat noemen. Dat zijn nog vitamines en mineralen. Dat zijn heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, door regelmatig traangas te gaan drinken, het liefst eigenlijk elke dag, krijg je dus ook altijd je aanbevolen hoeveelheid binnen. Dus je krijgt per direct 90%. Van de aanbevolen hoeveelheid mineralen binnen. Mineralen zijn, er moet nog meer onderzoek over gedaan worden wat precies de rol is van mineralen. Maar men weet wel dat het heel belangrijk is. Je moet er niet te veel van binnenkrijgen. Dat is vaak het gevaar met voedingssupplement. Met traangas, doordat het dus echt een natuurlijke bron is, zul je daar geen last van krijgen. Wel moet gezegd worden wanneer je bepaalde mineralen mist, zoals selenium of de andere mineralen, kan dat echt op lange termijn zorgen voor gezondheidsklachten. In het begin is het lichaam zelf wel flexibel genoeg om dat op te lossen. Maar naarmate de tijd verder gaat, kan dat een probleem worden. Ja, en het is natuurlijk zeer snel te bereiden. Het is heel makkelijk om even traangas shot te maken. En dan begin je de dag per direct goed. Dus de tip van de dag, ga elke dag wat traangas drinken. Onder deze video heb ik nog een interessante link geplaatst. Met meer informatie over traangas en ook een infographic waar alles nog even wat uitgelegd. Succes!